Erik, klaar voor? Ja. Dan live in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, inderdaad, we zijn ook net aangekomen hier. Het is druk met hulpdiensten. Jan Exel, directeur, wat is er precies allemaal aan de hand? Ja, het is eigenlijk één grote grap. We houden hier een oefening. En bij die oefening hebben we zeer veel hulpdiensten betrokken. Om zo toch wat te doen aan de opperveiligheid van het park. Om dat toch op het hoogste level te kunnen inschalen. Ja, ben ik. Er ligt iemand in het water die is aan het verdrinken. Dat wil ik eerst even zeggen, want dan gaat iemand mis. Er ligt iemand in het water en die gaat mis. Hoeveel mensen zijn er dan binnen? 150 denk ik zo. 150? Ja, oké. 1 en 2 direct naar binnen. Waar moeten ze langs? Waar moeten ze zijn? Nee, mee. Ik heb een direct mee. Door een stroomstoring zijn alle attracties uitgevallen en is er brand ontstaan. Ruim 100 bezoekers worden nog vermist. Een rampscenario van grote omvang dat wordt geoefend met politie, brandweer, ambulance en medewerkers van het attractiepark. Dat we zijn op dit moment van alle marken thuis en we zijn op het hoogste level opgeschaald. En om de oefening zo echt mogelijk te laten lijken is de hele hal vol rook, vuurhaarden en zijn er nepslachtoffers. Help! In één keer werd het donker en we staan in één keer stil. Geen idee. En ik zie allemaal rook om me heen. Dus ik denk dat er wel brand is en daar ben ik wel heel erg bang voor. Het lijkt net echt. Je hebt er ook een aantal gesminkte slachtoffers bij. Daar zijn we ook altijd heel blij mee. Die geven een extra dimensie. Dan, zeker als ze ook nog een beetje lawaai maken, dan lijkt dat heel echt. Griezelig echt af en toe. Nu wordt er wel vaker op deze locatie door de hulpdiensten geoefend. En daarom is er een extra aantal verrassingen in scène gezet. Waar een iemand die had zich toch losgewurmd was uit de vuurtoren gesprongen. Een meter of zes naar beneden was plat in het water terechtgekomen en die dreigt te verdrinken. Die ligt ook echt met een snorkel en een brilletje op. Ligt die in het water en die moet gered worden. En daar was de brandweer gelukkig op tijd bij. Al met al dus een geslaagde oefening.